Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie weten zijn we nog steeds in Tsjechië. En er komen nog veel meer Tsjechië video's aan. We hebben een leuke stookvideo voor jullie klaarstaan. We hebben hier een tasje met wat vuurwerk erin. Ik ga jullie even laten zien wat. Gewoon even om wat te stoken hier zo op deze plek. Zo te horen helemaal niemand in de omgeving. Des heb kleren gehaald bij de Food & Beer. Een pakje La Bomba. 20 stuks. Van Panta. Die hadden we vroeger natuurlijk heel vaak, maar dat kan helaas niet meer. Online bestellen ligt helemaal plat natuurlijk, dat kan niet meer en dat zou ik ook nooit doen. Hier hebben we nog de Explorer 28G van Tara. Dat is ook een Tsjechisch merk, zoals jullie zien. Teksten alleen maar in het Tsjechisch en in het Pools zie ik. Ja, logisch ook. Hier nog een pakje, Dumbum 5G. Ik denk dat hij dan wel internet afgeeft. Ja toch, misschien kunnen we onze hotspot erop aansluiten. FP3's blijven erom bekend staan dat ze heel goed zijn. Wat hebben we hiervoor betaald? Eurotje of 5? 5. 5 max. Op zich best duur, want voor 3 euro kan je meestal eentje krijgen. En jongens, FP3 Small. Zijn van die kleine nitraatjes, lange lont. Nou, deze blijven ook altijd lachen. Gruwelijk hè? Nou, vroeger hadden we deze echt vaak gehaald. En dat gaan we nu even afsteken. Op deze locatie. We moeten eerst even een plek vinden. Ik denk dat we iets dieper die kant heen gaan. En dan gewoon even relaxed stoken, man. Kerstboom staan al klaar. Ja, kijk maar jongens. Moet je kijken, ik sta hier trouwens echt naast een kerstboom. Ja. Niet normaal, man. Deze staat misschien wel bij één van jullie. In de woonkamer. We gaan even stoken, jongens. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Want we zien nog steeds dat er heel veel mensen de video's kijken, maar niet geabonneerd zijn. En jullie steunen ons maximaal als je abonneert. We gaan even beginnen met een FP3 Small. Welke kant op? Die kant, van die kant. Blijf een goede kant. Pipootje. Je kijkt voor gips, hè? Ja, is het gips. Zo, wat waren die hard. Ja, ja. Zo, hey, we zijn opgelicht, gek. Zo. We zijn opgelicht door die mensen, man. Hoppa. Muggenscheetjes. Ja, deze zijn wel inderdaad wat minder dan een paar jaar geleden. Ja, ik ook. Even wat testen, jongens. Hoppa. Ze zijn niet heel slecht hoor. Zo, een stuk gips gek. En ja, daarvoor moet je wel voor uitkijken, man. Zo, zo. Ik hoop niet dat het. Ja, het is gevaarlijk, jongen. En nu? Ik zou die 5G doen, man. Dum bum. Het is al. 5G'tjes. Dikke shit, zeg maar. Ja, die zijn heerlijk. Let maar op, die zijn echt hard. Zo. Althans, twee aan elkaar? Nee. Zo. Zo. Hij schoot gewoon weg, gek. Ik zei het toch? Zo. Ja, die zijn wel wat anders dan die FP3's. Maar die echt gewoon ziek, hè? Zo. Niet normaal, man. Dit horen ze in Nederland nog. Dubbele. Dubbele lading. Oh ja, twee tegelijk. Zulke kleine dingen zo hard horen. Maar de locatie, hè? Ja, niet normaal, man. Ja, what the fuck. Heel ziek. Nog één keer. Drie. Hij is wegwezen, wegwezen, weg, weg. Hey, als we maar niet wegknallen, gek, dan hebben we de lul. Zo, hij schoot langs mijn hoofd. Colla jongens. Nee. La Bomba. Oh ja, La Bomba, sorry. Zo, dit gaat de kip zo schieten. Ja, deze zijn dat inderdaad wel. Oké, okay, dat... Matig. Zo zacht? Die vallen tegen inderdaad. Erg matig. Wow. Ik had wel wat meer verwacht eigenlijk. Kip schieten. En dan eindknal. Eindknal? Ja. Oh ja. Ho, ho, ho. Hey gast, kijk hier ook. Je ziet hem allemaal wegvliegen.
Even de FP3 testen. De nieuwste versie, hè? Ja, gooi maar weg. Ja, raar man dat het weigert, man. Heeft lang gelegen hier. Groene vlam. Dat valt wel tegen ook, hè, deze? Huh? Oei. Gips. Ja, die 5G zijn het best. Oh, die stopt al. Ja, veel weigeraars. Die zijn het beste, man. Ja, niet normaal. Imploder 28G, ja. Ja, man. Ik ben echt benieuwd hoe hard die gaat. Ja, dit is wel echt een gipsknalletje, gast. Die is niet hard, hoor. Matig. Yeah. Kan je nagaan, die 5G'tjes. Even vergelijken met die zwarte, met die 5G. 1. Ah, dat is... Oh, hij ligt deze kant op. Oh. Die 5G is niet aan, man. Ik ga het in mijn dress gooien, gek. Zo, gips, jongen. Ja, dat zeg ik toch. Wel lauwe knallers dit, man. Wat zijn dit die... Gips. Ja, dat is niet slim. Kut. Was dat? Veel FP3 weigeraars. Wow. Zo, pas op mij. Gast, je bent helemaal gek, man. Ik kan echt niet gooien met links. Hey, kijk uit, man. En jullie hebben echt zoveel meegenomen, jongens. Ah, hij ligt hier op. Hierheen. Wat gooi je nou dan? Daarheen. Ja, welke? Ja, gewoon die kleintjes. Even die. Zo. Zo, lange lont, hè? Niet normaal, gek. Hey, maar die aansteker, man. Hoppa. Daar heb ik toch niks aan. Adrenaline, hè? Ja. Het is een hard thee. Heerlijk. Oh. Kijk uit, hè? Ja. Let op. Ja, we hebben echt veel, hoor, gasten. Hoppa. Lijkt wel sport dit, hè? Ja. Dat werpen. Wat een stokert. Des, zal ik even stoken ook? Ja, ga dan maar even. Hoppa. Hey. Veel weigeraars. Uit. Dan moet je deze even doen, zo. Hoppa! Stoken met Mies. Hoppa! Hoppa! Zo, schat iets hierheen, kijk. Tuurlijk. Gewijperd. Hier. En dan steek ik hem gewoon zo aan. Dan moeten we wel echt even die kant op rennen, ja? Ja. Hé, jongens, dat was de stookvideo voor vandaag. Zoals jullie kunnen zien achter ons blijft de rook lekker hangen. Geeft een heerlijke sfeer naast de kerstbomen. Er komen nog veel meer stookvideo's uit Tsjechië online. Zoals jullie weten, in december hebben we elke dag een video om 4 uur. En dat zal ook morgen weer zijn. Bedankt voor het kijken. Vergeet die like niet. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.